Pim was natuurlijk wel een persoon die ook moeilijk te acteren is. Hè. Dat is bijna niet haalbaar voor een acteur. Maar goed, laten we zien hoe goed hij het gaat doen. Albert, je hoort wie Kok gaat opvolgen. We gaan er een prachtige campagne van maken. Meneer Smolens, u heeft natuurlijk heel intensief gekend. 2002 is hij om het leven gebracht. Nu komt er een serie over hem. Met wat voor perspectief kijkt u daarnaar? Ja, gemengd. Hè. Hij heeft de hoogste prijs moeten betalen. Hè, zijn leven. Voor wat hij wilde gaan doen voor de samenleving. Maar alle positieve aandacht is welkom. Dat heeft hij ook verdiend. Dus ik ga kijken wat deze series gaan brengen qua positieve aandacht. De mensen zijn het zat. Wat houd je tegen? Richt dan je eigen partij op. Lijst Pim Fortuyn. Nou, dat kan er ook nog wel bij. Denk misschien ook weer u terug naar de tijd van toen, dat u ook als chauffeur met hem samen was. Wordt dat dan confronterend om dat weer te kijken, denkt u? Ja, het blijft altijd apart. Hè. Inmiddels ben je er wel aan gewend. Hè, want er is natuurlijk al veel gebeurd in die tijden, de afgelopen 20 jaar. Maar het blijft elke keer toch een raar moment, ja, zeker. En het zijn geen echte beelden. Ze lijken ook niet op Pim of op anderen. Dus dat scheelt ook wel dat het niet zo binnenkomt. Maar het zijn heel veel herkenbare momenten die ik nu al heb gezien. En nou ja, goed, het raakt mij natuurlijk wel. Maar ik zeg, als er positieve aandacht komt, vind ik het prima. Ik heb er zin aan. At your service. Het is natuurlijk wel weer mooi om te zien dat hij die overwinning in Rotterdam nog mee heeft mogen maken. Die is historisch, ongekend. Ja, en dat was wel een erkenning voor zijn werk. We zaten in Heerenveen, dus dat is nog een eentje rijden. Kom je door de polder? Ja, tuurlijk. Ik zag ook al een Melkert verschijnen ook. Hè? Met het roemruchte debat natuurlijk met Paul Witteman na afloop. Dat is denk ik wel een van de eikpunten. Iets waar nog heel veel aan terug wordt gedacht, hè? Ja, zeker. En Melkert zal wel met kromme tenen zitten kijken. Maar dat verdient hij ook. Oh ja? Waarom dan? Nou ja, iedereen die het mee heeft gemaakt in 2002 weet wel waarom. Het is tot slot denk ik bijzonder dat het nu in 2002, nou, 20 jaar later, dat Fortuyn eigenlijk nog bij iedereen hier zoveel teweeg brengt. Hè? Dat zijn legacy, zoals je dat moet noemen, of zijn naam, ja, nog altijd rondzinkt. En ook hier in het Tweede Kamergebouw een prominente rol heeft. Zeker, dat zeg ik ook al 20 jaar. Hè. Fortuyn zit in de huiskamers, want hij is nog heel erg populair bij de mensen. En inderdaad, iedereen heeft het erover. Ook hier de politieke tegenstanders zelfs nog. Maar in die huiskamers, in alle gelederen van de samenleving, in alle kleuren, alle afkomsten. Nou, iedereen heeft wel gezien dat hij heel oprecht was in zijn bedoelingen. Dank u wel. En ik hoop dat het een mooie serie wordt en dat u er ook van kunt genieten. Ja, dat hoop ik ook. Dank je.